een lid van het team van Smalls Research. Bij Smalls Research hebben wij allerlei onderwerpen op onze agenda staan, waar rond wij onderzoek doen. Wij doen experimentjes, wij werken proof of concepts uit met nieuwe technologieën, opkomende technologieën. En wij proberen uit te vissen of dat deze technologieën nuttig kunnen zijn voor de lidinstellingen. Vandaag op het programma dus een presentatie over artificiële intelligentie. Goed, artificiële intelligentie is een onderdeel van ons dagelijks leven. Het lijkt misschien een ver van mijn bedshow, maar iedereen komt dagelijks, maakt dagelijks gebruik van spamfilters. Wie naar Google gaat, ziet het automatisch aanvullen. Wie naar Facebook gaat, krijgt automatisch gemaakte vertalingen voorgeschoteld. En diensten zoals Amazon en Spotify, dat zit chockvol met recommender services. Die u suggesties gaan geven over wat je moet bekijken of moet kopen. Voor al die successen kan er ook een hele hoop misgaan. Artificiële intelligentie, dat is allemaal heel mooi, maar dat soort systemen zijn heel moeilijk om correct te kalibreren. En af en toe loopt het dus eens grondig fout en soms zijn die missers ook wel heel spectaculair. Dus verkopers van artificiële intelligentieoplossingen zijn er voldoende. Dat hoef ik al niet meer te doen. Vandaag wil ik een beetje de focus op de andere zijde van de medaille leggen, op wat er kan mislopen en vooral op wat je er zelf tegen kan doen. Ik ga daaronder verdelen in vier hoofdstukken, zeg maar. Ik hoop dat ik voor alle hoofdstukken voldoende tijd ga hebben om ze uit te leggen. Sommige slides, daar ga ik misschien heel snel over gaan, maar de slides worden nu uiteraard ook allemaal ter beschikking gesteld via de website van Smalls Research. Daar kan je ze downloaden en veel van de slides hebben zelf ook voorzien van bronvermeldingen enzovoort voor wie dieper in de materie wilt duiken. Het onderverdelen doe ik een beetje aan de hand van het soort functie waarin dat je met AI in aanraking komt. Er zijn de ontwikkelaars zelf. Tijdens het ontwikkelen kan van alles mislopen. Tijdens de ingebruikname kan van alles mislopen. En ook zelf als burger, als lid van het algemeen publiek, kan je onderworpen zijn aan artificiële intelligentietoepassingen waarmee bepaalde zaken kunnen mislopen. Hoe kan je je daar een beetje tegen wapenen? Het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn bepaalde manieren mogelijk om jezelf een beetje voor te bereiden op het hele artificiële intelligentie gebeuren. Dus samengevat, ja, hoe kan je het zelf om zeep helpen en hoe zorg je ervoor dat een artificiële intelligentie uw eigen oplossingen niet om zeep helpt? Daar komt het eigenlijk op neer. We beginnen met de technische kant van de zaken eigenlijk. Als we zelf systemen gaan bouwen die gebruik maken van machine learning, die gebruik gaan maken van artificiële intelligentie, waar loopt het dan mis? En de eerste plek is meestal de data. Al dat soort systemen worden getraind op data. En zoals alles wat een beetje data-driven is, geldt de algemene wijsheid: als uw data op niks trekt, zal ook uw resultaat op niet veel trekken. Die trainingsdata voor een systeem van machine learning, idealiter, technisch gesproken, willen we dat die onafhankelijk is en identiek gedistribueerd. Wat wil dat nu zeggen in de praktijk? Wel, eigenlijk willen we dat die data gebalanceerd is en dat er geen verborgen correlaties in zitten, geen verborgen verbanden tussen alle verschillende parameters van die data. Nu, dat is allemaal heel mooi in theorie, en al die theorieën zijn daar heel mooi voor op uitgebouwd, maar in de praktijk is dat heel zelden het geval. Een voorbeeld van zo'n eenvoudige correlatie is de correlatie tussen voornaam en geslacht. Van iemands voornaam kan je heel vaak met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afleiden wat voor een geslacht die persoon heeft. Mensen die Anna heten zijn meestal vrouwen. Mensen die Joachim heten, zoals ik zelf, dat zijn meestal mannen. Ander voorbeeld van de limieten op de data. Ik ga een recent voorbeeld nemen, eentje van net voor de zomer. Toen heeft iemand een systeem gebouwd dat van artificiële intelligentie gebruik maakte om de meest waarschijnlijke foto te genereren
bij een geblurde of gepixeleerde afbeelding. En dat werkt voor de meeste gezichten, maar natuurlijk, het duurde niet lang voordat mensen daar ook andere dingen mee gingen proberen. Voor afbeeldingen uit computerspellen die nog een beetje weg hadden van hun gezicht, kwam er nog een redelijk resultaat uit, maar probeerde je daar dingen in te steken die niet meer te maken hadden met een gezicht, ja, dan probeerde die de AI daar toch een gezicht van te maken en dat leidde eigenlijk tot afbeeldingen die nergens op sloegen. Veel erger was dat ook de gezichten gelimiteerd waren in wat seconden. Iemand probeerde daar een foto uit door te jagen van de vorige president van Amerika, Barack Obama, en daar kwam een hagelwitte persoon uit. Nu, het hoeft niet te verbazen dat dit soort grap niet op de niet erg gesmaakt werd. Door de publieke opinie in de Verenigde Staten, de publieke opinie wereldwijd, moet ik zeggen. Dus daar kwam nogal wat kritiek op. Nu, wat is daar de oorzaak van? Hoe komt het dat dit gebeurd is? Wel, dat ligt aan de trainingsdataset, enerzijds. Dus de trainingsdataset die is afgeleid van Flickr, die bevat sowieso minder personen van een andere komaf dan dan de wit. Het bevat ook minder oudere personen, dus als je daar je AI op traint, dan krijg je automatisch meer jonge witte personen. Maar ook de gebruikte methode, die staat erom bekend om het gemiddelde eigenlijk meer te benadrukken dan mogelijke andere oplossingen. En ook de gebruikte methode gaat ervoor zorgen dat je dus eigenlijk automatisch meer nadruk gaat leggen op het gemiddelde gezicht zoals het voorkomt in die dataset. En dat was nu eenmaal het gezicht van jonge witte mannen. Nu, dit is natuurlijk heel gemakkelijk te herkennen. Dit is een visueel voorbeeld. Iedereen had onmiddellijk door, hier is iets mee mis. Maar we moeten ons wel de vraag stellen van ja, AI-systemen die minder visueel zijn, zoals AI-systemen die gebruikt worden voor het toekennen van leningen bijvoorbeeld, het berekenen van uw kredietwaardigheid. Zit daar dan niet op dezelfde manier een zekere bias in, een zekere vooringenomenheid ten nadele van bepaalde bevolkingsgroepen? Waarschijnlijk wel. Eigenlijk is dit een algemene regel. De AI-systemen die erven de biases, de vooringenomenheden van de mensen die ze bouwen. En dat volgt verschillende etappes. Dus mensen zelf zijn vooringenomen. Ik kan u allemaal aanraden om het Wikipedia-artikel dat hier afgebeeld staat eens te lezen, waar dat je een lijst vindt van alle mogelijke vooringenomenheden waaraan mensen onbewust aan lijden, zeg maar. En op die manier verzamel je eigenlijk data die vooringenomen is. En data die vooringenomen is, leidt dan op zijn beurt weer tot AI-systemen die bepaalde vooringenomenheden bevatten. Je ziet daarbij ook van ja, je kan niet oneindig blijven data verzamelen. Ergens moet je stoppen, ergens moet je een limiet zetten. Data verzamelen is duur. Dus ja, ergens moet het ophouden en ergens zit je dus altijd met een bepaalde imbalans. Je kan onmogelijk alle use cases gaan afdekken, iedere mogelijke combinatie van iedere mogelijke parameter. Dat is onbegonnen werk. Dat is een concept dat bekend staat als de curse of dimensionality. Hoe meer parameters dat je hebt in je AI-systeem, hoe moeilijker het wordt om eigenlijk een trainingsdataset te maken die alle mogelijke combinaties afdekt. Wat krijg je dan? Ja, bijvoorbeeld webcams die gezichtsherkenning moeten doen en die bepaalde bevolkingsgroepen helemaal niet herkennen. Dus dit is een voorbeeld van een krantenkop uit 2009, maar dit soort fouten blijft herhaald worden. Ook in 2016 waren er opnieuw problemen met andere systemen. Dit is een artikel uit 2017. En ook in 2018 kwam Amazon op een slechte manier in het nieuws toen zij een systeem bouwden voor de automatische analyse van
CV's, curriculums. Dat bleek getraind te zijn op hun bestaande workforce. En die bestaande workforce was nu eenmaal zeer wit en mannelijk. En het AI-systeem dat daaruit resulteerde, had dus een vooringenomenheid ten nadele van vrouwen. Dit is natuurlijk slechte publiciteit. Dat wil je niet hebben als groot bedrijf. Het moet gezegd, Amazon heeft dat wel tijdig ontdekt en heeft het systeem in kwestie nooit in productie gebracht. Dus het is bij een experiment gebleven. Nu, je zou denken van, mijn AI-systeem heeft een probleem met bepaalde beschermde kenmerken, zoals geslacht, zoals huidskleur. Als we dat soort kenmerken nu niet meenemen als parameter in onze dataset en we laten dat niet weten aan ons AI-systeem, lost dat de zaken op? Wel, niet noodzakelijk. En ik heb hier een voorbeeld uit sociale media. Het is een zeer expliciet voorbeeld. Maar daaruit blijkt dat ook in andere zaken, zoals taalgebruik, er verschillen kunnen blijken uit bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Dus je ziet heel duidelijk uit deze wordclouds welke wordcloud een verzameling is van woorden zoals ze gebruikt worden door meisjes en een verzameling zoals ze gebruikt wordt door jongens. In dit geval waren het tieners op sociale media. Dus het is wel zeer duidelijk. Maar ook zelfs uit woordgebruik in documenten, ook in cv's heb je dat. Bijvoorbeeld op basis van de hobby's. Er zijn bepaalde hobby's die meer door mannen worden beoefend dan door vrouwen of andersom. Daaruit kan een AI-systeem ook gaan afleiden of dat iemand een man is of een vrouw met een bepaalde waarschijnlijkheid. Dus je hebt hier eigenlijk gender, het geslacht, als wat men noemt een confounding factor in het AI-systeem dat Amazon heeft proberen bouwen. Nu, zo'n confounding factor, wat is dat? De definitie, de theoretische definitie is, het gaat hier om een verborgen eigenschap in uw data die bepaalde bekende eigenschappen toch nog gaat beïnvloeden. En soms kan dat leiden tot nieuwe inzichten ook. Dus hier heb ik een voorbeeld dat duidelijk werd uit een systeem dat gebouwd was voor het detecteren van auteurschap. En je ziet hier onmiddellijk visueel dat je alleen al op basis van de interpunctie kan afleiden wie de auteur is van een bepaalde tekst. Nu, dat gaat natuurlijk. Dit zijn twee extreme voorbeelden die hier staan afgebeeld, maar toch. Het is toch wel frappant als je een AI-systeem wil trainen om een auteur te kunnen herkennen, dat zelfs de interpunctie mee zal tellen als factor in het eindresultaat. En zaken zoals de stijl of de woordenschat niet alleen zaligmakend zijn. Wat je daaruit moet onthouden is vooral dat AI-systemen niet noodzakelijk leren wat je zou willen of wat je zou denken dat het leert. Nu, hoe kan je dat een beetje onderkennen? Hoe kan je je daarop voorbereiden? Wel, een goede data-analyse is altijd een must. Goede statistische analyse van je data en proberen om zoveel mogelijk je sampling in orde te hebben, dat je zeker een zo gebalanceerd mogelijke trainingsset hebt. En dan nog heel veel testen en uw eindresultaten visualiseren helpt ook altijd. Nu, we hebben het hier over bias, over vooringenomenheden. Ik wil daar wel bij zeggen, sommige vooringenomenheden, sommige biases zijn natuurlijk. Dat is nu eenmaal eigen aan de wereld zoals ze is. Ik geef als voorbeeld bepaalde medische aandoeningen, die zal je enkel krijgen als man, en bepaalde medische onderzoeken zal je enkel moeten ondergaan als vrouw. Dat is een bias, dat is een vooringenomenheid, maar dat is niet oneerlijk. Dat is nu eenmaal zoals de wereld in elkaar zit. Het zijn vooral de oneerlijke biases die heel zware gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld als ze gebruikt worden voor beslissingen met betrekking.
tools om dat soort biases te helpen spotten. Ik kan hier ook een boek aanraden, The Weapons of Mass Destruction van Cathy O'Neill, dat dieper ingaat op de sociale gevolgen van biases in dat soort systemen. Bottom line, zorg dat je je data goed onderzocht hebt, dat je weet wat dat daarin zit, en zorg dat je de limieten kent van je algoritmen, waar dat die op focussen en wat dat ze benadrukken. Tot slot, als bouwer moet je je ervan bewust zijn, AI-algoritmes, machine learning-algoritmes, die proberen iets te optimaliseren. Dat wil zeggen, in de praktijk, ze minimaliseren een verliesfunctie of ze maximaliseren een beloning. Ze zullen proberen zoveel mogelijk te scoren of zo weinig mogelijk te verliezen. Maar wat wil dat nu zeggen? Succes? Ja, dat is soms ook heel moeilijk te definiëren. En je wilt, als je een AI-systeem bouwt, dat ook zo eenvoudig mogelijk maken. Zodat je zeker een goed resultaat kan hebben en niet te veel wordt afgeleid door randvoorwaarden, zeg maar. Nu, dat simplifiëren van de succescriteria of het weglaten van randvoorwaarden kan ook weer negatieve gevolgen hebben. Hier aan de rechterkant heb ik iemand die probeerde een AI-systeem te maken voor zijn Roomba, zodat hij zeker zo weinig mogelijk zou botsen tegen de muren. En wat gebeurde er op het einde? Die Roomba reed achteruit, want aan de achterkant zaten geen sensoren die botsingen konden detecteren. Dat is natuurlijk volledig conform de specificatie, maar dat is niet wat je wilt dat het systeem uiteindelijk doet. Dat kan je dus krijgen. En er zijn tientallen voorbeelden, gelijkaardige voorbeelden, bekend van dat soort missers. Er staat een spreadsheet in de link. Als je de PDF van de slides downloadt, kan je die link aanklikken. En zelf eens zoeken. Het zijn allemaal heel leuke verhalen. Goed, je hebt je AI-systeem gebouwd, je data is in orde, je optimalisatie is in orde, de doelstellingen zijn in orde, alles is netjes geanalyseerd. Je wilt het allemaal live zetten. Wat kan er dan nog mislopen? Wel, gebruikers met slechte bedoelingen die kunnen proberen data poisoning te gaan doen. En dat gebeurt met name wanneer dat je de trainingsdata laat aanmaken door eindgebruikers. Of wanneer je trainingsdata bijvoorbeeld gaat verzamelen op basis van crowdsourcing. Er zijn heel veel belangrijke crowdsourced projecten die als bron dienen van artificiële intelligentietoepassingen. Wikipedia is er eentje van. Google Maps is er eentje van, of OpenStreetMap. Iedere gebruiker die daar editingrechten op heeft, kan de grapjes uithangen. En zo hebben ze bij Google bijvoorbeeld een paar keer problemen gehad. Maar dat soort aanvallen kunnen ook gecoördineerd gebruiken, hè. Vanaf dat er een soort van massa gebruikers van Twitter of Reddit beslist van wij gaan hier eens een keer een aanval uitvoeren op dit systeem, ja, dan kan het te laat zijn, hè. Maar ook bij webscraping zijn er bepaalde risico's. Nog maar 2 weken geleden werd er ontdekt dat de Schotse Wikipedia, dus de Wikipedia in het Schotse dialect, nagenoeg voor meer dan de helft geschreven was door een tiener in de Verenigde Staten die helemaal het Schotse dialect niet machtig was. Als je dan een AI gaat maken die moet gaan kunnen vertalen of zoiets, ja, dan zit je daar met een dataset die eigenlijk voor de helft een grap is. Ja, daar kan je niet mee verder. Je moet het maar detecteren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dus hier is de bottom line. Verifieer alstublieft zoveel mogelijk de data die je verzamelt voor het trainen van je systeem. Wat kan er nog gebeuren? Wat kan een eindgebruiker doen? Een eindgebruiker kan proberen adversarial examples te gaan voeden aan uw AI-systeem. En dat is met name bij deep learning een probleem. Er zijn voorbeelden bekend van klassificatiesystemen voor afbeeldingen, waarbij het voldoende is om een minimale aanpassing te maken in de afbeelding om te zorgen dat die als een volledig
andere afbeelding wordt geclassifieerd met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volgens het AI-systeem. Dat kan de bedoeling niet zijn, maar ik wil daarbij wel zeggen, dat soort adversarial examples heb je niet alleen bij het klassificeren van afbeeldingen, maar zijn eigen aan artificiële intelligentie in het algemeen. Je kan het ook hebben bij spraak bijvoorbeeld, dus het speech-to-text systemen. En dat zorgt voor problemen, bijvoorbeeld ja, het detecteren van afbeeldingen, het kunnen analyseren van afbeeldingen. Dat is heel typisch iets dat je wilt gaan doen bij automatisch rijdende voertuigen. Als die een bepaald stopbord niet kunnen herkennen en plots denken van dit stopbord is bijvoorbeeld een bak bier, ja, dan zit je wel met een probleem. Bijkomend probleem, dit soort aanvallen, die kunnen zeer robuust zijn. Het is voldoende eigenlijk om een sticker op een object te plakken met daarin een bepaalde feature, een bepaalde eigenschap van een ander object, die dusdanig geprononceerd is dat uw klassificatiesysteem om de tuin wordt geleid en je hebt een goed adversarial example. Er zijn niet echt algemene oplossingen voor dit probleem. Je kan bijtrainen, maar je kan dat natuurlijk niet oneindig blijven doen. En het blijft dus onderwerp van research op dit moment ook nog om dat probleem te verhelpen. Nu, ook wij zelf als burgers, als gewone mensen, wij zijn onderworpen aan AI-beslissingen hier en daar. De bekendste is waarschijnlijk phishing. Iedereen heeft al wel eens spam gekregen. Nu, phishing wordt ook maar beter en beter en we beginnen stilaan te bewegen van massa-mailings die gebeuren naar miljoenen verschillende gebruikers met dezelfde tekst, naar meer en meer gerichte mailings die gebeuren op basis van informatie die werd ingezameld op basis van de profielen die jij hebt online, op basis van uw online aanwezigheid. Het gericht targeten van een specifiek individu staat al bekend als spearfishing, speervissen. Als dat dan nog eens automatisch gebeurt en men gaat webscrapen ook, om dat op grote schaal te gaan doen, spreekt men tegenwoordig al soms van laserphishing. Wat gebeurt er nog? Fake websites worden opgezet, scams. Dit is er eentje die ik zelf ben tegengekomen. Dit lijkt enorm hard op de website van het laatste nieuws. Maar dit is een Bitcoin-scam. En de enige manier om dat te herkennen is eigenlijk om te gaan kijken naar de URL die helemaal niet overeenkomt met de URL van het laatste nieuws, maar toch wel Associated Press. Je moet al erg bij de pinken zijn om hier niet mee om de tuin geleid te worden. Dit is een Bitcoin-scam. Fake profielen kom je echter heel vaak tegen. Zeker op sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, zelfs LinkedIn. Ze zitten vol met valse profielen. Die worden gebruikt voor allerlei redenen. Onder andere om te proberen informatie te ontfutselen, iemand te gaan nabootsen. Proberen in te breken bij een bedrijf, proberen een bedrijf te hacken. Maar ook gewoon om een onderdeel te vormen van een bot-army voor God weet welke doeleinden. Maar meestal is dat op een of andere manier een vorm van klikfraude eigenlijk. Je hebt dat ook bijvoorbeeld valse reviews door valse personen. Het proberen surveilleren van sociale media, het proberen influencen van bepaalde beslissingen of van bepaalde verkopen. Het valt allemaal een beetje in die sfeer. Wordt ook hoe langer hoe meer aangedreven door geautomatiseerde processen of processen aangedreven met een of andere vorm van AI-component ingebouwd. Tot slot, fake news is een belangrijke om mee te nemen. Fake news kan gegenereerd worden. Nu, vooraleer we daarop verder gaan, wil ik er wel eventjes een goede definitie eigenlijk maken. En ik ga de definitie lenen
van de Europese Commissie. Zij hebben in hun actieplan tegen desinformatie een zeer strikte definitie opgenomen van fake news. En ze zeggen daarin wel, het moet gaan over verifieerbaar valse informatie die echt wel wordt ingezet met het doel om mensen te misleiden of om met het doel om zelf financieel of politiek voordeel te halen uit een bepaalde stelling. Dat wil zeggen, alles wat satire of religie is, hoort eigenlijk niet tot fake news, maar tot het normale publieke debat. Daar zijn af en toe al eens discussies over, maar we gaan ons hier strikt bij die definitie houden. En we zien toch heel veel zaken opkomen die onder dat vals nieuws vallen, onder fake news vallen, en die stilletjes aan mainstream beginnen vormen. Dus al die conspiratietheorieën, alles wat met QAnon te maken heeft bijvoorbeeld, ja, dat komt toch heel vaak boven. Zelfs ik zie in mijn omgeving mensen die daarvoor beginnen vallen. Er zijn nieuwswebsites of sites die zich voordoen als nieuwswebsites, die zeer vaak gedeeld worden op sociale media. Dat soort verhalen begint toch stilaan tractie te krijgen. Het is gevaarlijk. Het is een onderdeel aan het worden van onze maatschappij. Nu, dat soort verhalen, dat soort valse informatie, kunnen we dat genereren? Wel, in zekere zin wel. Afbeeldingen, foto's kunnen we al met een vrij grote duidelijkheid gaan genereren. Het genereren van gezichten kunnen we. We kunnen gegenereerde gezichten of echte gezichten ook inplakken op een vrij naadloze manier in video's. Dat zijn dan de bekende deepfakes. Maar ook voor tekst kunnen we teksten stilaan beginnen gaan genereren. Ik heb hier een voorbeeld van GPT-2. Het is een model reeds van vorig jaar, 2019, waarbij er toch al wenkbrauwen werden gefronst. Want als je dat model vroeg om een tekstje te schrijven over Joden, dan kwam daar soms wel heel antisemitische tekst uit. En er werd toen al gezegd van ja, dat kon hier wel een probleem gaan vormen. Nu, dit jaar is GPT-3 uitgekomen, eigenlijk 3 maanden geleden, denk ik. Dat doet veel meer dan tekst genereren alleen. Het kan gebruikt worden voor heel nuttige doeleinden, hè. Het kan code gaan genereren, het kan helder layouts van websites gaan genereren, CSS of SQL. Maar de tekst die daaruit komt, is af en toe ook wel heel erg geloofwaardig. Als je nu vraagt om antwoord te geven op vragen, heel soms geeft dat een erg geloofwaardig antwoord op een vraag. Het blijft desalniettemin een gegenereerd antwoord. Dus er is geen enkele garantie op de correctheid. En ik wil dat toch ook even benadrukken. Dat soort modellen die antwoorden genereren, die teksten genereren. Je kan soms een heel geloofwaardige tekst daaruit krijgen, maar met evenveel kans krijg je een tekst die helemaal nergens op slaat. Om maar te zeggen, dat soort modellen, taalmodellen, dat is zeker niet perfect en zeker niet intelligent op de manier dat wij het intelligent zouden noemen. Er komen woorden uit, maar het zijn daarom geen zinnige woorden. Ergens als verzachtende factor, niet iedereen kan zomaar dat soort modellen gaan nabouwen. De trainingskosten van die enorme taalmodellen zijn enorm groot. Om het na te bouwen zelf, van de grond af, heb je toch een stevig budget nodig. Maar dat soort data wordt wel gegenereerd, het wordt verspreid, het heeft zijn plek op websites in extremere hoek. Het wordt dan gedeeld op sociale media door mensen die conspiratietheorieën genegen zijn. En het wordt daarboven nog eens in de spotlights gezet door de recommendation algorithms achter die sociale media. Zoals bijvoorbeeld YouTube. Van YouTube is bekend dat de video's die daarop staan over vegetarisch zijn heel snel zullen leiden naar video's over veganisme. En dat als je video's begint te bekijken over joggen of over working out, dat het heel snel zal leiden naar video's over het lopen van ultramarathons. YouTube staat erom bekend om de extremen
te gaan benadrukken in hun recommendations. Maar niet alleen YouTube, je hebt dat eigenlijk op ieder platform dat het op een of andere manier moet hebben van het voorstellen van nieuwe content, van hey, heb je dit al gezien? Instagram is daar heel sterk in, TikTok is daar heel sterk in. Misschien zelfs veel erger dan YouTube ooit is geweest op dit moment. Nu, wat heb je hier dan eigenlijk speelt? Wel, uw objectief als gebruiker van zo'n dienst is niet hetzelfde als het objectief van YouTube of Instagram. Wat willen die sociale media doen? Die willen eigenlijk dat jij zoveel mogelijk tijd spendeert op die sociale media zelf. En hoe doe je dat? Ja, je moet zoveel mogelijk content gaan serveren aan een gebruiker die de gebruiker inspireert of die de gebruiker op een of andere manier de aandacht trekt. En dan zit je automatisch bij content die een beetje extremer is, die sensationeel is, die misschien een beetje stoort of die wat extremer is dan wat een gebruiker normaal zou zien. Het is een feedback loop eigenlijk die je krijgt, waardoor dat inflammatory content, dus de inhoud die net iets meer buttons pusht, om het om ja, sorry voor de Engelstalige terminologie. Die krijg je vaker te zien. Die krijgt dan een hogere ranking ook in de zoekresultaten en wordt dan op die manier nog meer voorgesteld aan andere gebruikers. Dus het is echt wel een feedback loop die daarachter zit, die niet het doel voor ogen heeft dat jij als gebruiker voor ogen hebt, met name het vinden van goede informatie. Nu, YouTube en sociale media, die zeggen wel dat ze daaraan gaan verhelpen. Blijft de vraag, is dat voldoende? Je hebt dus op het niveau van de samenleving een zekere impact, de echokamers zoals men dat noemt. Dus zelf als gebruiker moet je je altijd ervan bewust zijn als je gebruik maakt van sociale media of van websites die dat soort voorstellen, recommendations maken. En zelfs bij Amazon, hè. Wie doet die selectie? Wie doet die selectie van andere dingen die een gebruiker heeft gekocht? Je moet je er zelf altijd van bewust zijn. Wie doet de selectie van die recommendations die je voorgeschoteld krijgt? Maar dat heeft een zekere effect ook. Er is bijvoorbeeld in aanloop naar de verkiezingen in 2016 bekend geraakt dat wie zocht naar Trump met een grote waarschijnlijkheid meer video's over Trump te zien kreeg op YouTube. Maar wie zocht naar Clinton kreeg nog veel meer video's over Trump te zien. Gewoon op basis van de inhoud van die video's, omdat de Trump-campagne zoveel het woord Clinton gebruikt had, dat alle zoektermen van Clinton automatisch naar Trump gingen leiden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat heeft dus een gevolg, eventueel voor verkiezingsuitslagen. En er komen binnenkort weer verkiezingen aan. Dus je kan er gif op innemen dat er heel veel aandacht zal zijn voor dit soort feedback loops. Dat soort feedback loops wordt dus ook actief misbruikt. En je ziet dat soort misbruik bijvoorbeeld met name in wat Rusland doet ten aanzien van de Europese Unie. Dus alle soorten crisissen die we in de EU hebben gehad met betrekking tot Rusland, dus Oekraïne, de Krimoorlog enzovoort, zie je dat Rusland zeer actief probeert om artikelen te schrijven, te pushen via haar nieuwskanalen, om zo te proberen in te breken in die recommendation loops en de publieke opinie ten voordele van haar visie van de feiten te verdraaien eigenlijk. Dus ja, wat kan je daar dan gaan tegen doen? Wel, als technisch persoon, teruggaand op de techniek eigenlijk, bouw je zelf AI-systemen, dan is governance het codewoord. En dat wordt heel vaak in het acroniem FATE of soms FEAT. Samengevat, je moet aandacht hebben voor fairness, accountability, transparency en ethics. Er zijn allerlei tools voor. Ik ga ze niet allemaal aflopen.
En met name op explainable AI, daar is veel rond te doen, maar daar is ook nog heel veel research over. Want voor bepaalde vormen van artificiële intelligentie, met name deep learning, is het niet zo eenvoudig om tot een goede uitleg te komen van waarom een AI nu met een bepaald resultaat komt. Dus ook wordt vervolgd. Als gebruiker van een AI-systeem, als burger, moet je vooral ervan bewust zijn dat er zoiets bestaat als artificiële intelligentie in de achtergrond, met name in die recommendation-systemen die u gaan voorschotelen welke informatie je te zien krijgt als suggestie. Je moet je er ook van bewust zijn dat als je data publiceert, dat die data ook tegen u gebruikt kan worden en niet noodzakelijk met jouw toestemming. Soms leidt dat tot zeer moeilijke vragen. Ik heb hier het voorbeeld genomen van Facebook, die met name die waarschijnlijk met goede bedoelingen wou analyseren of bepaalde inhoud die gebruikers posten, of dat suïcidale inhoud zou kunnen zijn of niet, om dan automatisch een bericht te sturen. Maar mogen zij dat wel? Is dat een analyse die zij mogen maken? Moeten zij daar uw toestemming voor vragen? Is die inhoud niet privé? Gaat het hier niet om medische informatie? En wat doe je als het verkeerd loopt? Dat zijn vragen die waarop nog geen antwoord is eigenlijk, die maken onderdeel uit van een debat dat we zeker moeten voeren, dat op dit moment zeker gevoerd moet worden. Wat moet je nog doen als gebruiker? Vooral zorgen dat je op transparante bronnen. Dat jij je beroep doet op transparante bronnen die goed geïnformeerd zijn. En we hebben het dan over, bijvoorbeeld over gepubliceerde wetenschapsartikels of kwaliteitsjournalistiek. Dat zijn geen perfecte oplossingen, maar het zijn wel de beste oplossingen die we hebben. En nog altijd veel beter dan de conspiracy-theories die de ronde doen. Dus we moeten een zekere mate van scepticisme aanmoedigen in de online wereld, zonder dat je daarom paranoïde moet worden. Hey, de slinger moet nu echt niet in de andere richting omslaan ook. Soms moet je vertrouwen hebben in een systeem. Maar dat is moeilijk en dat vraagt dus bepaalde competenties, een soort digitale geletterdheid. Die digitale geletterdheid van de burger moet echt wel actief gemotiveerd worden in een digitale samenleving. En daar is dus een rol weggelegd voor de politiek of voor de beleidsmaker. Ook de beleidsmaker moet zich ervan bewust zijn dat zij beïnvloed kunnen zijn door bepaalde gepreselecteerde informatie. En dat misschien de informatie die zij tegenkomen, de extremere informatie, niet noodzakelijk representatief is voor de samenleving zoals ze echt is, maar dat die voorgesteld kan worden zijn geweest door een suggestiemechanisme, een recommendation engine, enkel en alleen om aandacht te trekken. Information warfare is ook iets dat bestaat en we zien dat zeer actief gebruikt worden door bepaalde regimes in bepaalde landen. Wat moet je dan doen als beleidsmaker? Ja, het stimuleren van onafhankelijke media, het stimuleren van onderzoek en een cultuur van permanent leren. Dat zijn zaken die waar zeker aandacht naar moet blijven gaan en waar middelen naar moeten blijven gaan. Wat bestaat er zowel van initiatieven? Vrij veel. Ik heb er hier een paar opgelijst. Aan de Vlaamse kant is er het Kenniscentrum Data en Maatschappij, de Vlaamse AI-cursus en allerlei fact-checking-initiatieven. Ook aan de Waalse kant, aan de Franstalige kant, bestaan er initiatieven. FAQI is het fact-checking-initiatief van de RTBF. En Open Facto is ook een fact-checking-initiatief. Verschillende initiatieven worden gebundeld op verschillende stakeholders die met AI bezig zijn, zijn actief in het réseau d'intelligence artificielle. En op hun beurt wordt er heel veel gebundeld in AI for Belgium. Nu, wat voor soort wettelijke bescherming heb je eigenlijk? Wel, er is een zeer belangrijke wettelijke bescherming opgenomen in de GDPR, in artikel 22. Expliciet zegt die dat je het recht hebt om niet
uitsluitend onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen. Dus deels geautomatiseerd mag wel, maar er moet altijd een human in the loop zijn. Er moet altijd een manier zijn om een beroep te kunnen aantekenen bij een mens. Natuurlijk, daar is altijd een caveat bij. Als je natuurlijk je toestemming hebt gegeven en je hebt een agreement getekend, de terms en conditions getekend, ja, dan mogen ze het wel natuurlijk, hè. Dus je moet daar altijd een goed oog op houden van wat mag er, wat mag er niet. Desondanks, de GDPR biedt vrij verregaande beschermingen op dat vlak. Nu, ik ben geen jurist, dus ik ga daar verder niet te veel op in. Als je daar echt vragen over hebt, over die GDPR en zo, over de legale issues die met artificiële intelligentie hebben te maken, by all means ga te raden bij uw juridische dienst, bij uw DPO of de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Zij zijn veel, veel, veel beter geplaatst dan ik, die van een technische achtergrond kom, om daarover te spreken. Ook op EU-vlak gebeuren er nog andere initiatieven dan de GDPR. Er is het initiatief tegen de desinformatie, dus de Strategische Communicatie Taskforce, zoals ze dat noemen, die een zeer goede website hebben waar ze proberen de desinformatie. Initiatieven, bijvoorbeeld vanuit Rusland, netjes op te lijsten en te debunken. Dus journalisten kunnen daar bijvoorbeeld een goede bron vinden. De EU heeft ook een code of practice gemaakt met de industrie. Nu, dat is een keuze die de EU, die de Europese Commissie heeft gemaakt om de industrie een beetje te laten zelfreguleren. Het valt nog maar te bekijken of dat het zo zal blijven. Ze hebben in ieder geval ook een desinformatie opgesteld en richtlijnen voor AI-toepassingen samengesteld op basis van een heel breed gedragen groep van stakeholders eigenlijk voor iedereen die zelf met AI aan de slag wilt. Heel recent is daar nog een soort van checklist aan toegevoegd, die je kan gebruiken om zelf de nodige checks en balances in te bouwen in AI-gebaseerde softwaresystemen die je zelf zou gaan bouwen. Andere bronnen, allerlei rapporten, sommige zeer interessant. Er is geen gebrek aan organisaties die de focus hebben op ethiek, samenleving en AI. Dus dit zijn er maar een paar. Vertrekkende van daar kan je er bij verschillende anderen terechtkomen. En zeker in België is het AI for Belgium initiatief er actief mee bezig. Om af te sluiten, dit diagram dat afkomstig is van het Massachusetts Institute of Technology, de blindspots van AI. Dus een beetje in dezelfde sfeer als de presentatie die jullie net hebben gekregen. Zij bieden een soort van checklist aan, ook een soort van systeem met kaartjes die je kan gebruiken om te zorgen dat je het soort van blinde vlekken in AI-systemen in alle fasen van de ontwikkeling van een AI-systeem kan ondervangen, kan detecteren. Zeker ook de moeite waard om eens naar te kijken. En zeer veel van de problemen die ik heb aangehaald, halen zij ook aan. Dus ook een zeer goede bron. Voilà, hiermee sluit ik af met deze presentatie. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Vragen zijn altijd welkom in de chat natuurlijk. Kan ik nu beantwoorden? Ik wil nog even verwijzen naar de newsletter van Smals Research als jullie van toekomstige evenementen op de hoogte willen blijven. En iedereen die een eigen project of ideeën heeft voor research-toepassingen, dat hoeft daarom niet AI-gebonden te zijn, voel u zeker vrij om eens contact op te nemen met ons. Wij zijn er om proof of concepts uit te werken. Wij zijn er om nieuwe technologieën eens uit te testen in een sandbox-omgeving. Dus aarzel zeker niet.